Evert, het is een voordeel om zo laat te zitten. Het is rock en roll, we zijn net geschminkt, we hebben alles kunnen zien, maar we zitten nog maar net in de zetel en moeten meteen beginnen. Het WK is ook gewoon rock en roll geworden vandaag. Wat was dat? Ik weet nog altijd niet goed wat er allemaal gebeurd is. Het was een soort van veldslag tot op de allerlaatste seconde. De twee matchen hadden alles wat een WK moet hebben. Dus eigenlijk ben ik supergelukkig dat wij nu meteen live kunnen gaan. Voilà. Onze gasten van vandaag hebben niets met elkaar te maken, ook al speelt de ene voor Paars-Wit en supportert de andere voor Paars-Wit. Welkom Hervé Matthys en Erhan Demirci. Sorry, dat was onnodig, want je hebt daarna iets voorspeld. Is de ergste belediging dat je kunt krijgen tijdens de WK, of niet? Dat is overdreven. Dag Erhan. Sorry. Hoe gaat het met u? Goed, heel goed. Zo. Ja? Je bent druk bezig met de theatershow Doe Rustig. Yes. Ik heb je wel niet rustig zien doen vandaag. Maar ik ben vandaag gewoon aan het stoken geweest. Hè. Ik vond het leuk om gewoon voor de underdog te zijn. Ik zeg dat ik wou dat Brazilië doorging en dat lukte dan niet. Dus dan begin ik te kijken of dat ik kan stoken omdat jullie voor Holland waren. Hè. Voor Argentinië, maar uiteindelijk maakt het niet uit. Ik heb me echt keihard gaan. Je zet 7 keer van ploeg veranderd. Jawel, ja. Bij elke pauze, denk ik. Ik vind dat leuk, gewoon om te kijken wie kan ik nu stoken, wie kan ik nu plagen. De Dennis heb ik een paar keer op zijn stokje gekregen, dus dat is goed. Waarover gaat Doe Rustig? Doe Rustig is eigenlijk een voorstelling die tijdens corona gemaakt is. Dat nooit de bedoeling was, want de volgende eigenlijk verwachtingen was aan de beurt. En dan kwam corona en zaten wij 2 jaar thuis eigenlijk. Hè. En dan heb ik alles opgeschreven en Doe Rustig is eigenlijk een spiegel geworden. Ik ben verschoten van de dingen dat ik deed en dat ik voelde ja, tijdens corona. Ik dacht van het is misschien wel leuk om zo een keer een persoonlijke voorstelling te maken. Want we hebben er een stukje van. Ja? Normaal gezien wel. Die periode. Wij moesten onze kinderen thuis gaan lesgeven. 3 weken aan een stuk. Home teaching. Ik zag het volledig zitten. Dat was dag 1. De tweede dag had ik pedagogische studiedag. Ik was kapot. Ik weet niet hoe die leerkrachten dat doen. De derde dag heb ik die bij mij gehaald. Ik zei, jongens, luister goed. Beroep ze zo goed. Heel goed. Heb je veel van het WK kunnen volgen? Ja, ik heb wel dingen. Ja, gelukkig was zo de 11 uur match, de namiddagmatch. En backstage heb ik heb zelfs momenten gehad dat ik tot voordat ik moest opgaan aan het kijken was. Ja. Echt? Ik hou van voetbal, jongens. Ik vind dat de max. Maar jij bent wel een zenuwachtige supporter, heb ik vandaag gezien. Je blijft zo niet zitten. Je ja, loopt. Ja, voilà. Ja. Zot. Ja. De hele tijd bewegen. Waarom? Ik ben dan zo zenuwachtig. En ik heb ook, als ik live ga zien, dan moet ik zo een keer naar achter een keer terugkomen, drinken gaan halen. De rest die komt kijken. Dus, ik geniet er wel van. Je hebt Turkse roots. Ja. Waarom waren ze er niet bij? Omdat we niet goed genoeg waren. Simpel, nee? Ja, tuurlijk. We hadden alles in handen. We hebben Nederland gewonnen thuis. Het ging allemaal heel goed. En dan hebben ze het echt in 2, 3 wedstrijden gewoon uit handen gegeven. Dan hebben ze er 5 of 6 gehad, zelfs in Holland. En dan tegen Portugal wist ik dat halen we nooit. Raar wel, want ze waren een dark horse op het EK van velen. Hè? Ja, maar dat hebben we ook nooit waargemaakt. Van mij. Nee. Ja, dat weet ik. Ja. Daarom dat Sam dat ooit zei, dork. Ja. Ik denk dat op momenten dat moest, gebeurde het niet. Ik denk dat het net niet was, qua talent. Voor wie supportert je nu op het WK? Ja, ik ben keihard voor België geweest. En nu, ja, ik kan niet anders. Hè. Ik woon in een wijk met allemaal Marokkanen rond mij. En mijn jongste zoon dat is ook een hevige voetbalfan. Dus die gaat met zijn drerries. Hè? Gaat hij ook voetbal kijken in zo'n Marokkaans theehuisje bij ons op plein. Dus ik ben nu voor die gasten. En Argentinië. Allee, meer voor Messi nu. Omdat ze toch enkel voor Messi. Enkel voor Messi. Ja. Ik gun hem dat. Ik heb zo'n heel grote gunfactor.
Enkel voor Messi, de rest van de ploeg is eigenlijk niet veel waard. Hè? Okay. RV, welkom. Dank u. Zat jij in zak en as toen de Duivels eruit gingen? Zak en as is een groot woord, maar toch teleurgesteld, ja. Maar ik had het wel een beetje zien aankomen om eerlijk te zijn. Je zei het, hè? Ja, ik zei het op voorhand. Opstonden, ik ken er niet veel die dat zeiden eigenlijk. Was hij trots op? Niet, hij kwam daar straks binnen en zei, jongens, ik had het voorspeld. In de villa of zoiets had hij dat voorspeld. Ja. Ik weet niet welke villa, maar het was in een villa. Ik ben villa van die discotheek. Nee, het was niet mee naar die discotheek. Het is echt faal. In een van de villas was Sam. De vele villas. Allee, ik ben een hele leven nog nooit binnengemogen in een villa, maar die twee ga ik niet mee. Kom maar mee. Zijn er blij om terug in België te spelen? Ja, ik ben Nederland. Heel gelukkig. Ja? Ja? Ja, ik ben wel blij dat ik terug ben. Moest het deze zomer terugkeren? Of stond ik wou België of ergens in het buitenland. En ik ben heel blij dat het België is geworden. Want, ja. Het gaat goed ook, hè, met Beerschot. Ja, zeker. We staan nu wel terug tweede. Want... Ja, Wasland heeft gewonnen vanavond. Dus we staan terug twee puntjes achter. Maar hopelijk kunnen we dat zondag terug recht trekken. Hè. Zondag tegen de jongeren van Standaard. Ja. Speel je dan nu met hun A-ploeg? Ik heb geen idee. Er zijn waarschijnlijk een paar jongens die meegegaan zijn op oefenstage naar Marbella met Standaard. Dus ik ben benieuwd of dat die jongens nog kunnen aansluiten zondag. En anders zullen het waarschijnlijk niet de veeltallige talenten zijn die zullen meedoen, denk ik. Is dat niet raar om te moeten voetballen tijdens het WK? Raar. Ik zou niet weten waarom, maar wij hebben normaal altijd congé of verlof met de kerstperiode en nieuwjaar en zo. Dus ik ben wel blij dat dat zo gebleven is. Want anders moet je voetballen tussen de feestdagen en dat is niet zo prettig. Je hebt wel twee mooie goals gemaakt. Winning goals. Hola. Zelfs. En we hebben ze. Ja. Hola. De rechte. We hebben kosten gedaan. Dat weet ik. Oh, dat is de voorzet. Dat is de voorzet. Per ongeluk. Prachtige lop. Altijd zeggen dat het bedoeld was. Prachtige lop. Amai. Dat is tegen Beveren. Maar je ziet aan alles uit dat de bedoeling was. Tegen wie is dit? Dat is tegen Club Next. Club Next. Toch? Ja. Oh, lekker. Dat is de mensen die luisteren, mooi met links gekruld. Maar wat deed jij rechts buiten? We hebben altijd lange inworpen met Jan van den Berg. En een verdwaalde bal die terugkeerde. En ik stond daar nog te schimmelen, om het zo te zijn. Dus, je moet wel nog leren vieren. Mag ik dat zeggen? Als je zo'n goals maakt... Maar ik score niet veel, hè, Sam. Dus dat is misschien daarom dat ik... Ik score niet zodanig veel. Dus maar heb je de jeugdopleiding, hè, van Brugge? Deed dat niet extra goed dan? Ja, dat was wel goed om even een goal te maken tegen hen. Ja, sowieso. Gaan jullie promoveren? Gevaarlijke uitspraak. Nee, dat is nog te vroeg om te zeggen. Dat wil zeggen dat we top 6 gaan ambiëren en dan zien we wel in de play-offs wat er gaat gebeuren. Een ploeg als Beerschot moet altijd spelen om promotie. We spelen sowieso voor promotie, maar als... Geef soms Soetaars geval terug in de rol. Pas mij aan. Roep een naam en ik word hem. Je hebt met een Donker en Faas bij de belofte van Anderlecht gespeeld. Ja, klopt. Had je gedacht dat die ooit dit zouden halen van niveau? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee? Nee, maar credits to them. Ze hebben het... Wout Faas nu bij Leicester speelt fantastisch. Dus ja, echt... Vorig jaar als je vorig jaar zei dat hij mee zou gaan... Ja, nooit gedacht. En nu zeggen mensen dat hij moet spelen. Ja, dat eigenlijk. Ik had ook eigenlijk verwacht dat Martinez dat hem in de basis ging staan. Maar nee, petje af, sowieso. Eran, Anderlecht supporter. Kende je RV? Ik ben RV gaan opzoeken. Hè. Ik weet dat hij van Club Brugge naar Anderlecht is gegaan. Dat vind ik al vrij cool. Daarom heeft hij al mijn liefde. Maar ja, Anderlecht, ik hoop dat het nu een beetje beter wordt, hè, Sam. Jezus. Zijn we niet blij? Een maand geen ellende. Maar echt, ja. Ik bedoel, ik koop al 4 jaar een abonnement. En ieder jaar als ik dat abonnement koop, denk ik van... Wauw, dit jaar wordt beter. En het wordt gewoon erger eigenlijk. Dus, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ik heb Hervé wel weten spelen toen hij heel jong was. Hè, want ik herinnerde het mij daar straks. De gouden generatie van Bakkali, Pereira, Sibe Schrijvers, Bossaert en Matisse stonden toen centraal achterin. Mm. Ik heb die nog een toernooi weten spelen. Dat was een bangelijke ploeg. Absoluut. Dus, zeker... Wie was toen de beste? Ja, Moussonda was toch... Moussonda. Oh, ja, was een schitterende voetballer toen. Hè. Terecht. Goed. Welkom ook aan onze sideshow, Dennis. Dag, Sam. Welkom, hoe gaat het? Goed. Ja? Allez, ça va?
Een beetje teleurgesteld dat Nederland eruit ligt. Je ziet er oranje uit. Oranje trui, maar dat is ook Brittany Griner is gisteren vrijgelaten. Het is een WNBA-trui, dus het is extra steun voor de W. Oké, dat is mooi. Heb je al iets voor ons? Ja, er is nog altijd steun voor Evert. De hashtag Ik doe mee met Evert bestaat nog altijd. Oh ja. Willem die heeft zijn wijsheidstanden laten trekken, maar die blijft ook gewoon meedoen. Maar, ik heb de ultieme Ik doe mee met Evert gevonden. Dat kan beter niet. Gaat het niet worden. CR7... In het haar, Evert. Dit is echt het gezicht van Cristiano Ronaldo in het haar geschoren. Maar nee, dat kan ik even mooi, hè, als ze mij dat doen. Dit is prachtig. Ik wou net zeggen, die heeft niet Sam Kerkhoffs als kapper. Dat kan niet. Ja, ik vind, als KW Mechelen iets haalt wat jij niet verwacht, Rob Schoofs in je haar. Ja, maar daar teken ik voor. Ik ken nog een Turkse kapper, die doet dat voor €2. En dan krijg ik zo Hakan Şükür in mijn haar. Nee. Jongens, net afgelopen Nederland-Argentinië, ja, 2-2. Ja, wow. Wat een scenario. Ja. Ongelooflijk, toch? Ja, vooral omdat het 70 minuten vond ik het heel mager. Okay, Argentinië speelde met die flits van Messi, kreeg een penaltietje. Maar voor de rest was die wedstrijd heel mager. Nederland wist niet goed wat aanpakken. Ze hadden een spiegelopstelling ten opzichte van elkaar. Dus het zat vast. En dan plots ontploft het. Ja, tot de 2-0 was dat echt... Ja. Misschien zelfs de saaiste match tot nu toe. Maar zelfs tot de 2-1 eigenlijk. Hè? Nee. Allee, ik was jullie vaak aan het plagen omdat jullie voor Nederland waren. Het was niet dat Nederland zo goed was, maar het is ook niet dat Argentinië gevoetbald heeft. Hè? Nee, absoluut echt, niet. Ja, dat zat niet in de wedstrijd. Ze hebben heel veel geluk gehad dat Messi het openbrak met die ene fantastische paas. Maar ja, dat is geen geluk, hè. Nee, ja, dat is een talent. Ja. Okay, maar voor die andere 10 spelers is dat puur geluk dat ze in Argentinië geboren zijn en dat ze kunnen samenspelen met iemand maar zoals Messi. Als je die beelden ook bekijkt, als je dat stilzet, dat beeld van die pas van Messi, dat hij die daar tussen krijgt. Het is waanzinnig hoe klein die ruimte is en dat hij toch nog die bal echt op de perfecte plek krijgt. Het geniale is daar, hij anticipeert natuurlijk op de benen van Ake die opengaan. En daarom komt die ruimte daar. Dat is het geniale dat Messi heeft. Hij anticipeert op een verdediger die een blok gaat zetten. Je kijkt bedenkelijk, Hervé. Ja, anticiperen op een verdediger die een blok gaat zetten, vind ik... Denk je niet? Als dat zou zijn, dan buitenaards. Ik denk, dat hij wat een beetje... Dat hij anticipeert. Dat het geluk is. Kan, dat hij daarop rekent. Ja, dat kan wel. Dat hij daarop rekent, dat kan wel. Maar of dat de echte bedoeling is... We hebben alleszins de beelden van onze reacties bij die goal. Jij staat ook nooit recht, Evert. Na de ovatie van Evert en Eran. Mooiste assist van 2K tot nu toe? Ja, sowieso. Ja, ik kan er niet direct een betere vinden. Ik vond het wel... Was die hakbal niet een assist? Van wie was dat nu? Oh, Zwitserland. Vargas. Ja. Dat was ook, een assist, hè? Dat was ook een hele mooie. Maar het is opvallend, want voor de rest, Messi, ja... Het is niet dat hij heel die wedstrijd naar zich toe trekt of zo. En toch draait het weer allemaal om hem. Ik vind dat heel speciaal hoe hij dat kan. Ja. Ja, maar het klasseverschil, je hebt het al gezegd, tussen Messi en die andere Argentijnen is wel gigantisch. Allee, we hebben mensen over de bal zien vallen en zo. Ja, veel te groot. Die bal niet gecontroleerd kregen. Ik vond het heel grappig. Ik denk dat jij dat waard zo. Dat hij geeft dan die bal en de rest verprutst het witte. Eigenlijk moet je gewoon 10 Messi's op dat veld hebben en zeggen, ga aan de kant en laat mij gewoon doen. Zou Messi bijvoorbeeld in een ploeg als België gestaan hebben, met nog meer talent, dan waren we wereldkampioen. Hè? Maar het is eigenlijk ook wel een beetje te wijten, vind ik, aan Scaloni, hè, de bondscoach van Argentinië, die heel veel talent op de bank houdt. Hij speelde vandaag toch echt heel verdedigend. Allee, hij speelde eigenlijk met 5 verdedigers, hè, met Acuña, Molina rechts, links en rechts. En dan voorin had hij eigenlijk alleen maar Alvarez. En Messi was meteen tweede spits. En al de rest was er om te verdedigen. Maar dat vind ik wel te weinig voor het talent dat hij ter beschikking heeft. Het werkte wel, hè. Het is niet dat Nederland één kans gekregen heeft, hè. Nee, maar dan moeten we praten over de tactiek van Nederland. En die hadden wel meer kunnen doen, hè. Maar heeft Nederland een kans gehad tot de 2-1? Is een ik weet nog dat ik dat wat plager in de eerste helft. Maar hebben ze een kans gehad? Ja, een halve kans. Geniale wissels van Van Gaal, hè. Het plan B van Van Gaal. Hè? Ja, voilà. Dat is mooi dat het ook gelekt was. Dat we wisten. Eigenlijk hadden we op voorhand al kunnen weten wat de wissels van Van Gaal zouden worden. Want het plan B, dat laat hij blijkbaar gewoon slingeren. Is dit echt? Ja, dit is echt. Ja, blijkbaar. Dus, maar waar is dat? Op de bank?
geen idee waar het ziet er als een bank uit. Ja, het ziet er de bank uit waar hij gaat zitten. Het naamplaatje van Gaal staat daar, maar daar zagen we van voor ook de Jong Weghorst. Er wordt mij ingefluisterd, iemand van het Algemeen Dagblad heeft die foto getrokken. Ja, het... Maar je zei dus van Gaal. Ja. Je staat 2-0 achter tegen Argentinië. Je kijkt naar je bank en je denkt, Woutje Luc de Jong, Wout Weghorst en Teun Koopmeiners. Ja. Die ga ik inbrengen en die gaan het moeten doen. Ja, dat ben je geniaal. Als je dat durft. Hè, want voetbal, ja, puur op technische kwaliteit, en je wilt de boel kapot spelen, dan breng je die niet. Maar zijn plan was heel duidelijk. Hè. We gaan proberen, zeker met Berghuis er ook nog bij te brengen, zoveel mogelijk goede ballen in de box te krijgen en dan doorkoppen. En... Die vond ik wel niet goed, Berghuis. Nee, ja. Maar is dat het Nederland dat je wil zien? Nee. Maar hij dwingt op 10 minuten... kantelen ze die wedstrijd. En ik ben er zeker van, als die wedstrijd nog 5 minuten langer duurt, scoren ze nog een derde ook. Hè. Daar ben ik 100% zeker van. Hè. Argentinië was helemaal aan het wegzakken. Maar de wedstrijd heeft een half uur langer geduurd. Hè? Ja, het was in de 100ste minuut, maken ze gelijk. Maar stel je voor dat ze nog 5 minuten hadden doorgespeeld op diezelfde bravoure, dan hadden ze zeker nog gescoord. Het inbrengen van die Twin Towers... Ja, dat is ongelooflijk. Dat maar ga je nu van Gaal nu een geniale tacticus maken die wacht tot de 90-plus minuut om de Twin Towers erop te zetten, omdat hij wist dat hem dan de wedstrijd ging winnen? Het was wel niet de eerste keer dat Weghorst dat blijkbaar gedaan heeft. En dat is wel geniaal, hè? Dat is duidelijk een ingestudeerd nummertje. Ja. Een vrije trap is geniaal. Hè? Maar bij Wolfsburg 2 jaar geleden is exact dezelfde de fase al gebeurd. En toen was het ook Wout Weghorst die dezelfde soort vrije trap binnentrapt eigenlijk. Ook een vrije trap die kort genomen wordt. En Weghorst die daar gewoon klaar staat in het muurtje. En dan zien we exact hetzelfde balletje dat gewoon laag gegeven wordt naar Weghorst. En die hem dan kan binnentrappen. Oké. Okay. Maar we hebben kosten gemaakt deze aflevering, jongen. We hebben beelden. Zijn al die beelden. We hebben voetbalbeelden. Kosten een podcast, hè? Nee, ik wil maar zeggen, dat is geniaal. En ik heb... Ja, dat is mooi. Maar... Van Gaal kan toch niet weten, we gaan in de 100ste minuut gaan we een vrije trap krijgen en dan gaan we dat doen met Weghorst. Zo niet. Maar dat ze bij Nederland enorm hard gewerkt hebben op die stilstaande fases, dat wisten we wel. Want ze waren zelfs geënerveerd dat er tot nu toe niks was uitgekomen, dat ze zoveel uren daarin hadden gestoken. En dan vind ik het wel knap dat je dat op dit moment kan uitvoeren en ook scoort. 2 minuten daarvoor, Evert, knalt hem die gewoon aan de muur, hè? Ja, dat was niet ingestudeerd. Dat was Berghuis, hè? Ja. Dat was Berghuis. We hebben ook de beelden van de gelijkmaker. Ik denk dat ik hem nog ga schamen. Oh. Ik ook. Amai. 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 Dat is zo. Het is heel goed dat we niet helemaal in beeld zijn, denk ik. Met een piepje en al. Hervé, jij juicht, jij gaat zitten, jij staat terug op. Terug zitten, terug op. Ja. Wat een moment toch. Toch nog wat feeling met Holland, blijkbaar. Ja, maar... Maar we moeten wel eerlijk zijn, als er één ploeg verdiende om te winnen, was het wel Argentinië. Ik weet het niet. Voor mij was het een match 0, toch? Ja, ook 50-50, denk ik. Vond die verlengingen toch Argentinië weer echt beter. Ja, maar... Ik heb wel enorm veel gevloek en gescheld gehoord op de manier waarop Argentinië gespeeld heeft. Heb je de reacties gezien na de penalties, hoe ze voorbij de Nederlandse spelers zijn gelopen? Ik was op weg naar de schmink, Dennis. Kijk, deze foto, hier zie je het. Behalve Messi, die loopt naar voren, gaat bijna iedereen eerst nog even uitdagen bij de Nederlandse spelers. Tijdens de match. Niet allemaal, toch? Hoop ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 van de... Hoeveel zijn er die op de foto staan? 9. Ja, dat leeft heel hard, die match, hè, bij beide ploegen. Dat is een beetje wat ik bij jullie deed bij de 1-0 en 2-0. Maar ligt zoiets ook niet aan de ref? Dat is zoiets wat ontaard? Wij vonden allemaal de scheidsrechter de belangrijkste man op het veld. En dat is nooit een goed teken. Hè. Allee, we zeiden het nog voor de aftrap. Het is een Spaanstalige ref uit La Liga die enorm veel Argentijnse spelers kent. En ik had toch echt de indruk dat dat meespeelde in de manier waarop hij die match leidde. Messi heeft een half uur daarmee staan praten. Ik vind als ref moet je dat niet toelaten. Je moet daar afstand van nemen. Messi mag wel praten, want hij is kapitein, toch?
Ja, maar ook tijdens de rust gingen ze samen naar binnen en maar babbelen. En maar babbelen. Maar wat wilde nu zeggen, Evert? Dat die ref... Dat dan invloed vond op de scheids. Hij heeft heel veel slechte beslissingen gemaakt tegen Nederland, maar toch ook tegen Argentinië uiteindelijk. Ik vind, en ik ben een heel grote Messi-fan, hij heeft hem toch enorm beschermd in de manier van fluiten. Op een gegeven moment, de kleine foutjes kregen hij allemaal mee. Ja, maar Evert, Messi heeft na de wedstrijd wel gezegd, ik denk niet dat de FIFA deze scheidsrechter kan gebruiken voor dit soort wedstrijden, want hij is niet klaar voor dit soort opdrachten. Hij is daar niet goed voor. Ik vind dat hij heeft meer foute beslissingen genomen dan goede beslissingen. Dat meen ik echt. Dat is waar. Ja, die was echt niet voor wie goed. Het ook is, wil ik nog in het midden laten. Hè? Laat dat uiteindelijk nog uitkomen. Maar... One man show ervan gemaakt. Hè? Maar dat hij tijdens een penalty zelfs nog een gele kaart gaf aan een speler die terugwandelde. Of... Ja, dan zet hij alle aandacht nu zelf aan het trekken. Hè? Dat is belachelijk. Absoluut. Alleen wel, Messi moet daar toch ook geel krijgen voor die handsbal. Ja, bizar. Zo expres uit de lucht haalt, dat is toch altijd geel? Altijd. Daarvoor is een gele kaart toch uitgevonden? Dat was prachtig. Maar dan... Er stond veel wind. Dat was de hand van Jezus, was dat. Hè? Nee, maar ook het moment dat de bal daar in de bank van Nederland werd geknald. Dat was een culminatiepunt van 10 minuten waarin de scheids de match niet meer onder controle had. En dan ontplofte het. Dus dan kan de scheids zich toch aanwrijven. 13 gele kaarten. Dat is het meeste in een WK-wedstrijd waarin er geen rode kaart wordt getrokken. Ja, die had zeker getrokken moeten worden. Hebben jullie zich geërgerd aan Martinez tijdens de penalties? Het provoceren en het doen? Ja, maar Loppert deed het ook. Wordt er ook een Loppert deed het ook bij de penalty in de match. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk als een doelman rood krijgt in zo'n serie? Dat is een trick question. Dan moeten we in het FIFA rulebook gaan opzoeken, want ik weet niet of dat al gebeurt. Mag die dan vervangen worden? Ja, toch? Ja. Dan moet een speler van... Maar je mocht niet meer vervangen in de penaltyreeks, normaal gezien. Een speler in de goal gaan staan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Een speler erin, denk ik. Ja? Ja, ik denk dat wel. Ja. Vonden jullie het penalty trouwens? Ja, 100%. Ja, dat was wel penalty. Ja. Daar is geen twijfel over. Toch? Dumfries veegt. Ja, 100%. Het is... Ja. Veegt de voet is het helemaal binnen? Het was op de lijn, denk ik. De voet staat op de lijn. Het is heel dom gedaan van Dumfries. Ja. Ik weet dat niet. Hè. Een verdediger zal misschien zeggen nee. Een aanvaller gaat zeggen ja, 100% penalty. Nee, wel eens penalties. Hè. Allee, zou ik voor Argentinië zijn, zeg ik 100% zal niet zijn. Maar zou ik op dat moment Nederlander zijn, zou ik zeggen dat is niet straf genoeg voor een penalty. Maar je moet ook... Nee? Allee, uiteindelijk komt het neer op die penaltyreeks. En als je dan Ake hoort zeggen, het is een loterij. Ja, ik snap het. Hè, 120 minuten en die druk, je kan dat nooit nabootsen. Maar allee, je hebt ook al penaltyreeksen meegemaakt. Is het een loterij? Ja. Ja? Ja, ik vind het wel. Je vindt dat ook? Je kunt daarop trainen, maar op zich... In een stadion kan je dat niet nabootsen dan als op een training. Maar dus dan gaat het over het mentaal niet aankunnen om rustig te blijven. Mentaal rustig blijven. Maar dat vind ik ook al geen loterij dan. Je kan daarop trainen, op mentale rust. Ja, hoe ademhalingsoefeningen, proberen in de zone te geraken op een bepaalde manier. Ja, dat is als je daar zelf in gelooft. Maar ik vroeg het er straks aan Hervé, de afstand Hervé, van middenlijn tot aan de penaltystip. Wat gaat er door je hoofd? Je hebt dat vorig jaar moeten doen. Hè? Veel en niks eigenlijk. Ja? Ja, en wat denkt je dan? Probeer je verstand op nul te zetten en zo wat... Heb je nog veranderd met wat je in je hoofd had van dat ga ik doen? En ik persoonlijk niet. Dus jij wist, ik schiet hem daar? Ik schiet hem daar, ja. Dat was vorig jaar met ADO tegen Excelsior trouwens voor de promotiewedstrijd. Dus dat was heel tricky. Wat ik me ook afvraag, wat zeg je tegen de andere die zo komt aangelopen als jij hem gezet hebt en gescoord hebt? Oh, niks. Ik negeer dat. Ik zou altijd iets zeggen. Oké, voorbeeldje, wat zou je dan zeggen? Ja, wat zou je zeggen? Ik zou dat. Ik zou het ook echt doen. Toch? Gewoon zo belachelijk doen. Je ziet Virgil van Dijk, jij zei nog, bij Liverpool fantastische penalty getrapt. Ja. Bangelijk, die gaat hem de eerste zetten. En hij mist hem ook. Ja, mist hem. Maar wel dezelfde hoek. Ah, schitterend gered, toch? Ja, wel fantastische redding. Een nieuw trauma voor Nederland, penalty trauma? Ja, ze hebben er wel veel, hè? Ja. Ik denk meteen aan Euro 2000, bijvoorbeeld. Maar een penalty-trauma weet ik niet. Sam, ze hebben vandaag ook niet zo denderend gespeeld. Hè. Als je nu heel Argentinië wegspeelt en je komt dan nog eens achter, weet het dan misschien wel, maar ze stonden al achter, ze komen terug in een match. En dan, ja, chapeau dat ze die penalties nog halen, vind ik. Ze staat 2-0 achter tegen Argentinië, hè. Ja, in de 77. Ja, en in de laatste 5 minuten, 10 minuten maakt het nog allemaal goed. Ik bedoel, chapeau, dan petje af, vind ik. Maar Van der Vaart bijvoorbeeld zei al voor de wedstrijd en na de uitslag van Brazilië-Kroatië, wij gaan naar de finale.
Dus die zei dat voordat de wedstrijd begon. Dus diezelfde pers in Nederland die gaat niet akkoord zijn met dit van hey, we hebben het alsnog goed gedaan omdat we zijn teruggekeerd in de match. Zij gaan naar die eerste 70 minuten kijken. Hè. Ik vind het al raar dat Van der Vaart dat zegt, want hiervoor was hij Van Gaal constant aan het afmaken. Het is geen goede voetbal en dan nu plots we gaan naar de finale. Het was wel echt geen goede voetbal. Hè. Er gaat veel kritiek komen toch. Ja. Er werd gezegd, alleen een wereldtitel rechtvaardigt deze manier van spelen. Ja. En dat klopt wel. Ook de manier waarop ze terug in de wedstrijd komen, is niet met mooie voetbal. Hè. Dat is wel, allee. En moest het zo'n voetbal zijn met deze ploeg? Want 8 jaar geleden was het ergens noodzakelijk om zo'n voetbal te spelen. Nu niet per se, denk ik. Ja, we gaan... Wel 5 spelers uit de Eredivisie. Je zit wel met de laatste 8. Maar ik kijk dan altijd naar een voetballer. Hè. Ja, ik kan wel stoer doen hè, en zeggen, ik wil gewoon voetbal zien, maar... Een voetballer die echt op een veld staat, die dat niveau haalt, zoals Hervé, ik weet dat niet. Dat niet. Moet je dan per se goed voetbal spelen? Om te, zou jij goed voetbal verkiezen, Hervé, dan spelen slecht en we gaan door? Nooit. Ik zou altijd slecht spelen. Ah, wel? Ja, ja oké, maar er is een andere weg, namelijk wel het volledige potentieel van je elftal gebruiken. Hè? Ja, dat maar hebben ze dat niet gedaan? Dat hebben ze wel gedaan. Zit op de penaltyreeks van de halve finale. Ik vind wel dat ze meer frivoliteit in hun spel kunnen hebben met de spelers die ze hebben. Allee, Depay bijvoorbeeld was toch echt niet in zijn element vandaag. Ja, zoals gezegd, hij zat in die Argentijnse defensie. Ja. Gakpo, Bergwijn kwamen ook niet aan het spelen toe. Het is wel aan Van Gaal om dat op te lossen. Hè? Mm. Dat is waar. Dat is waar. Ik zeg het, dat is waar. Maar we hebben, ik was ook heel blij naar Canada-België. Die hebben ons weggespeeld, maar ik dacht van 1-0, we hebben gewonnen, was het probleem. Goeie vergelijking. Ja. We zijn zo terug naar dit blokje reclame. Penalty vol? Ja! Ik zei wel niet top 3 van de wereld, maar top 3 van Brazilië. Dat is misschien nog een groter compliment zelfs. Goed, een shock wel, hè, jongens. Brazilië eruit. Zeker. Kroatië door. Zet je al bekomen, Evert? Nee. Jij werd er, want we eten daarna, tussen de 2 matchen. Jij werd daar echt niet goed, hè? Nee, ik was daar ook stil van. Ik was daar nog aan het verwerken, want bij die goal van Neymar... was precies dat de match ook meteen klaar was. Iedereen was zo in een extase van oh, hij doet het weer. En op wat voor een manier. De Braziliaanse nationale ploeg was ook al op dat punt. En op een of andere rare manier laten ze zich uitschakelen in een omschakeling, dat ze met veel te veel voor de bal zijn. Ik denk dat die Kroaten nog 1 bal goed geraakt hebben. En die ging binnen. Die wijkt af en die gaat binnen. Maar over de goal van Neymar. Ik zie maar 1 zo die goal maken op dat moment. En die kan zo slingeren en die kan zo schuin hangen. Fenomenaal. Ook die keeper nog passeren. Ja. Hoog afwerken. Dus dat was eigenlijk waardig om de winnende goal te zijn. Het hoogste van het hoogste, denk ik, toch? Op dat moment, in die minuut, die bal komen halen bijna op het middenveld. 1-2, 1-2, keeper uitschakelen en dan nog je voeten eronder zetten. Dat is pure klasse. Dat vind ik mooi. Daarvoor kijken we toch voetbal, niet? Dat was misschien het meest geniale, hè? De manier van afwerken. Hij voorziet die tackle. Ik denk, zo was het. Hij voorziet dat en hij trapt die nog hoog. En dat is die extra touch dat zo'n talent dan heeft. Ja. Als mijn lief aan mij zou vragen waarom altijd voetbalgedoe, het is niet te veel, wel, dan zou ik dat laten zien. Zou ze dat daarom, doen? Daarom, meisje. Daarom is voetbal zo mooi. Hij speelde wel niet zijn beste wedstrijd. Nee, maar hij heeft ook de allermoeilijkste positie op heel die 2K, denk ik. Ik denk dat van Neymar werd toch het allerhoogste verwacht. En in dit elftal is hij ook de centrale figuur. Dus hij wordt ook door de tegenstander bijna opgegeten. En het is net Vinicius en Rafinha die ondermaats bleven deze match. Want zij kregen de ruimte, maar ze deden er niks mee. We werden snel gewisseld ook. Ja. Ik vond terecht. Ja, klopt. Maar Neymar laat je toch sowieso staan voor de goal dat hij maakt. Die heeft toch nog altijd iets extra. Heel de voorlijn is gewisseld, behalve Neymar. Ja. En jij wou Vinicius ook nog laten staan, hè? Ja, ik wou Vinicius ook nog laten staan, omdat hij ook zoiets heeft dat Neymar heeft. Hij kan een man voorbij gaan en opeens een flits. Marial heeft dat toch al een paar keer goed gedaan. Rafinha mocht wel eruit, ja.
Heeft wel een geschiedenis geschreven trouwens, Neymar. Heeft nu evenveel goals voor Brazilië als Pelé. En is nu samen met Ronaldo de enige Braziliaan die op 3 verschillende WK's meer dan 1 keer gescoord heeft. Pelé heeft dat nooit gedaan, maar Ronaldo en Neymar wel. Maar en kunnen we daarbij stilstaan? Hoeveel 77 doelpunten is? Ja. 77 doelpunten voor de Seleção. Dat is gek. Hij heeft het wel dat is gedaan. Echt gestoord veel, jongens. Dat spelen evenaren. Oké, wel in 30 matchen meer of 50 matchen meer. Maar... iets meer gespeeld. Ja, ja maar nog altijd nog... geen wereldbeker. Ja. Dat is toch. Ja. En, mag je nog 100 scoren? Als je aan Neymar vraagt 100 doelpunten of 1 wereldbeker, dan kiest hij toch altijd voor een wereldbeker. En wat was dat met die kapsels, Errol? Die had een Marokkaans-Turkse kapper uitgenodigd voor 5 euro. Dezelfde. Nee, ik weet dat echt niet. Ja, dat maar dat is zo'n modeding. Dat, ik denk dat die zich vervelen. Hè? Ja. Ja, je zit daar al 3 weken. Je verveelt je. Dan laat een Braziliaan van Ginder overkomen. En dan denkt ik ga mijn haar een keer geel of wit doen. Ik weet het niet. En dan, dan gaat hij zo terug naar huis. Hè? Dan is dat een goede meme erover, maar ik weet niet of je hem klaar hebt staan. Ik heb hem hier niet klaar staan. Over huiswerk. Ja, je mocht mijn huiswerk kopiëren, maar maak het een beetje anders. Zo zijn de kapsels van die Brazilianen. Of die Spider-Man-mannetjes die naar elkaar zitten te wijzen. Dat zou daar ook perfect bij passen. Want de start van de verlengingen doet hij de aftrap met een Rabona. Ik moet het aan, hè. Van mij mag je doen wat hij wil. Hè. Maar het zijn nu wel, ja, dat valt wel heel hard op. Je maar ja, dat... Dat maakt ook niet uit. Nee, maar het is wel... Ja, het is funny. Het is, ja. Ik het wel, was wel... We moeten ook wel eerder zijn. Het is ook wel weer echt een saaie match. Hè. Ja, Kroatië scoort in de 116e minuut. Het was hun eerste schot tussen de palen. Dat zegt eigenlijk genoeg over die match. Vind ik ook. En ze doen het... Allee, die Dalic, die krijgt wel... Allee, die moet nu alle lof beginnen krijgen. Die haalt 4 jaar geleden de finale. Die zet nu weer een ploeg, oké, 2 keer met penalties, maar hij zet een waanzinnige blok neer. Die vechten voor elkaar. Hij brengt Orsic en Petkovic, de 2 spitsen, spelen gewoon bij Zagreb. Maar voor hetzelfde spelen gewoon bij Zagreb. Ofwel ben ik nu belachelijk aan het doen, maar voor hetzelfde geld winnen wij tegen hen en scoort Lukaku wel. En ze hebben 1 keer gewonnen, 4 keer gelijk. En dan kunnen inderdaad zeggen, ja, hardwerkende ploeg voor het vaderland. Maar van ons 4, 5, eerlijk, wie van ons... Wij zeggen toch allemaal dat Brazilië moest doorgaan? Ja, sowieso. Je kan het toch niet romantiseren nu dat Kroatië door is? Het kan wel geen toeval zijn. Het is te vaak. Het is wat Peter van den Bemt zei. Dat ze met penalties ze zijn een beetje doorgaan. Onkruid. Nee, ze zijn een beetje onkruid. Je zet er nooit klaar mee. Nee, dat ze zich na die goal van Neymar wel terug in die match krijgen. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat de Rode Duivels dat zo wat miste om zo na zo'n tegenslag op zo'n moment... Dat is wel waar, ja. Dat is wel waar. Ze kunnen het in verlengingen. Als je kijkt, hier staat een lijstje van de matchen die ze allemaal hebben gespeeld op een groot toernooi en waar verlengingen voor nodig waren. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Het zijn ook goede gasten. Echt waar. Tegen Turkije, goeie gasten, het is daarom. Nee, misschien is het echt tegen Turkije. Ah, shit, eigenlijk wel. Nee, misschien gewoon puur frustratie. Dat ik vond dat wij... tweede helft naar huis hadden moeten spelen of zo. Ik weet dat niet. En blijft dat wat hangen. Maar iedereen van ons zou hier Brazilië gezegd hebben. Gewoon. Ze spelen beter voetbal, ze hebben mooiere voetballers, ze gingen ervoor. En Kroatië deed zijn best. Het zijn fighters, hè? En die, fighters. En ze die Livakovic, hoe noemt hem die doelman? Oh, wow. Ja, het doelman van het toernooi, toch? Ja, ja. Wow, die pakt alle respect voor die van Marokko en voor Noppert ook, maar die heeft er veel uitgehaald. Hè. Speelt ook... bij Zagreb. Dus zij halen wel talenten. Nee, mooi. Ik spreek me soms tegen en niet en wel, maar dat is mooi, hè, die keeper. Jong. Dat geweldig verhaal. Hè. Ja, dat de beste is analisten veranderen eens van mening. Hoor. Ik zei ook dat Spanje wereldkampioen ging worden. Het mooiste beeld vond ik Perisic. Allee, de zoon van Perisic eigenlijk. Na de wedstrijd, zijn zoontje mee op het veld. Ik denk dat hij Leo heet. En die wil Neymar een hand gaan geven. En de security van... Brazilië, nee, dit kan absoluut niet. En Neymar zegt, nee, laat hem maar door. En dat is knap van Neymar natuurlijk, hè, want dat doet pijn. Je ligt eruit, weer een WK dat hij niet gaat winnen. Maar ja, op een kind kun je wel niet boos zijn natuurlijk. Hè? Nee, maar dat hij in die moment denkt tegen die security te zeggen, nee, laat maar. En ik vind dat wel chic. Ik vond het ook wel opvallend, Perisic, op een gegeven moment trapte die Antony omhoog. Echt pure frustratie. Ja, die wonen panna geven, hè, Antony. Ja. En dan was het even niet bij mij. Wat vonden we van de invalbeurt van Antony? Ik vond die redelijk. Ja, redelijk. Okay, hij bracht iets. Maar ik zag op het internet wel memes van dat hij super slecht was en zo. Ja, maar hij gaat altijd stilstaan. En dan
verwacht hij van zichzelf dat hij iets geniaal gaat boventoveren. Maar dat lukt misschien 1 keer op de 10. Dan frustreer je aan die 9 andere keren natuurlijk. Hij heeft er ook eens op doel getrapt, heel nonchalant. Hij zoekt te veel de absolute vernedering van de tegenstander. Hij wil altijd passeren met het allermooiste. Maar voor het elftal is dat zeker niet het beste, denk ik. Bondscoach van Brazilië is al opgestapt. Ja. Vind je dat ook wel opvallend? Ze gaan mij velen. Dat is gelijk. Ja, maar dat ze altijd zo meteen gaan. Meestal is het toch de dag nadien of zo. Maar die landen zijn zo gepassioneerd, denk ik, dat die veel vurigere beslissingen nemen dan wij gewend zijn. Hij had het ook al wel aangekondigd, hè, dat hij na het toernooi sowieso zou stoppen als bondscoach. Dus het moet niet een verrassing zijn dat hij ermee stopt. Nee, dat is iets anders. Evert, jij vond de keuze voor de penaltynemers raar? Ja, ik denk heel de wereld met mij. Waarom? Allee, just, je moet 5 namen doorgeven. Die liggen vast. De volgorde mag je niet meer aanwijzigen. Zet je dan je beste trapper van achter of van voor? Ik zou hem bij de eerste 3 zetten. Bij de eerste 3 zit je altijd nog in de penaltyreeks. Over wie heb je het? Op Neymar. Waarom zet je Neymar als 5e? Neymar zet zijn eigen op 5. Dat doet ja, die wil te beslissen. Dat weet ik. Trappen, ja, denk dat ik. Denk ik wel. Denk dat ook. Waar zet je beste penaltynemer? Ja, dat is moeilijk. Of zal hij beslissen of zal hij beginnen, inderdaad. Dat klopt. Ja, dus Neymar wou misschien de beslissende penalty nemen en die zei oké, ik pak als laatste. Bijvoorbeeld Messi was wel de eerste. Ja, dat is misschien om een voorbeeld te geven. Maar dat zegt toch veel. Ja, ik denk dat Cristiano ook laatste zou staan en Messi. Ik vind dan kapitein van een ploeg, dat is misschien zo dat romantisch beeld dat ik heb, vooral van een nationaal ploeg, die moet altijd de eerste zetten. Die moet die bal vastpakken en die moet zeggen, jongens, ik doe nummer 1, nu staan jullie. En Modric ging als 3e, zeker. Maar je neemt er sowieso 3, hè? Ja, daarom. Zo. Ik denk wel niet dat Cristiano de 5e pakt, trouwens. Jawel. Ik denk dat Cristiano slim genoeg is om te weten. Dan is er een kans dat ik er geen trap. Ik kan sowieso geen trappen. Als je de 4 van Brazilië kijkt, hè, Rodrigo mist, dan Casemiro, Pedro en Marquinhos mist opnieuw. Van alle 4 ben ik eigenlijk verbaasd dat ze trappen. Brazilië heeft zo'n mooie voetballers met zo'n vaste trap. Ja, maar dat snap ik niet. Van alle 4 verbaasd. Jij zei dat Rodrigo er geen moest nemen. Van, oh, zoveel druk op zo'n jonge speler. Hij speelt al 4 jaar bij Real Madrid. Bij Real Madrid. Kun je toch een penalty trappen? Ja, maar hij heeft geen uitzonderlijke traptechniek of zo. Wie erop stond. Je moet er 5 zeggen, hè, van de 11. Ik vind dat op zich niet zo logisch dat een van Real Madrid... vorig jaar, RV, waar dat jij stond? Ik zei, ik wil 1 zetten en waar jij dan? Ik wil nummer 3 zetten? Of nee, ik of? Zei ik wil wel nummer 1, maar er was iemand voor mij en dan zei ik oké, ik ga als 2e. Jij wil ook op 1, ja? Ja, sowieso. En waarom? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Gewoon. Ik wil altijd als eerste trappen. Is dat minste druk, de eerste? Ik vind wel. Maar misschien dat sommige andere spelers dat tegenspreken, maar ik vind dat minste druk. Dus. Maar bijvoorbeeld Rodrigo, ja, die speelt 4 jaar bij Real Madrid. Kun je mag toch wel verwachten dat hij een penalty kan pakken. Hè? Vind ik ook. Ja, dus, toch. Kom op, dat zijn allemaal gasten die je gespeeld kwartfinale WK. Ik bedoel, je staat daar niet voor niks. Hè. Dan pakte jij die bal en ja, was het probleem, nee? Maar ik denk toch dan... Ja, Neymar is makkelijk gezegd dat hij de eerste had moeten trappen, maar oké. Okay. Ja, als... Ik wil trouwens Messi ook wel geven. Hey, je moet wel echt ballen hebben om je penalty zo te nemen. Gewoon echt redelijk zacht. Ja. Een meter van de doelman. En hij twijfelde niet dat hem binnenging. Hè. Het was echt al... En hij is ook heel bewust gaan vieren voor de bank van Nederland. Ik denk dat hij geen fan is van Louis van Gaal. Want ik zag deze foto daar net passeren. En dat is toch wel heel duidelijk. De handen achter de oren en naar Van Gaal kijken. En blijkbaar is hij ook nog even wat gaan uitpakken tegen Van Gaal. Heeft ook duidelijk gezegd van hij weet niet goed wat voetbalspelen is. Hij heeft alleen lange ballen gebruikt. Dit is wel brutaal hard. Allee, dit vind ik wel een zeer opvallend iets voor Messi. Om nu te maar heeft hij dit gedaan na zijn penalty of heeft hij dat gedaan na 1-0? Hier staat na zijn goal. Ik heb het ook niet gezien. Ik heb het enkel hier net gevonden. Staat na zijn goal. Als het waar is, is het wel zielig. Het is brutaal. Als je de coach bent... Ja, dat is zielig. Ik vind dat heel jammer. Waarom houd je daarmee bezig? Allee, omdat hij loopt geagiteerd rond. Hij loopt met een bepaalde frustratie rond. Ik weet niet. Hij overdrijft... In het absoluut willen de keizer van Argentinië willen zijn en tonen aan heel de wereld van dit is mijn WK en hij overdrijft. Dat is hij toch super hard al. Hij loopt zich helemaal vast. Ik vind het heel raar gedrag. Kom, dit is toch heel opvallend. Ja, dat is wel raar. Maar het is misschien wel de kers op de taart voor hem, die wereldbeker. Ja, ja dat sowieso, maar ja, toch niet tegen iemand anders. Dat wint je toch voor jezelf. Denk je dat hij dit doet door de druk dat op zijn schouders ligt? Ja. Het is wel geweten dat hij...
Allee, hij is niet stressbestendig, hè? Dat is wel geweten. Ondanks dat hij een waanzinnige voetballer is, heeft hij heel veel problemen om stress te kanaliseren. Hij zit met overgeven, hij heeft al andere dingen meegemaakt, dat hij met grote matchen echt heel zenuwachtig kan worden. Misschien is dit daar wel een uiting van. Ah, ik ben er vrij zeker. Ik heb ook het gevoel dat hij veel meer betrokken is dan 4 jaar geleden. Ja. Druk is echt wel last, is de allerlaatste kans. De allerlaatste kans, misschien is het dat. Ja, ik bedoel, wij hadden niks te maken met Argentinië of Nederland of Kroatië, Brazilië. En hoe dat wij al met stress zaten bij die penalty. Die gaat die scoren, gaat die missen. Ja, ik bedoel... Ik ga naar een voetbalmatch kijken zonder voor een ploeg te supporten. Toch? Ik kan dat niet. Vanzelf begin ik altijd voor een ploeg te supporten. Dus daarom dat ik 3 keer verander per wedstrijd. en we hebben toch gezien, voor uw land spelen... is het allerhoogste en brengt dus ook totaal andere emoties met zich mee. Ja. En dat is zo mooi, dat is het WK. Absoluut. We hebben trouwens ook een all-star team, Dennis. Ja. Kunnen we dat er even bij halen? Kunnen we er zeker bij halen. Messi staat erin. De regels zijn nog altijd hetzelfde. Er staan ook een paar Brazilianen in. Ik zal nog eens overlopen. Onze keeper is Bounou van Marokko. Onze defensie bestaat uit Sandro, Ake, Gvardiol en Hakimi. Het middenveld dat is Bellingen met Amrabat. De flanken Mbappé en Vinicius. En vooraan Messi en Richarlison. En dan? Jij mag als eerste iemand uithalen en inzetten. Wie gaat eruit? Wie komt erin? Sorry voor alle Marokkaanse Dreri-vrienden. Ik ben benieuwd welke Marokkaan er heel voorzichtig moeten zijn. Er staan er 3. Nee, waarschijnlijk gaat Bono morgen weer al een wereldwedstrijd keepen en hij mag hier terug in. Maar de keeper van Kroatië verdient een plek in de ploeg, vind ik. Dat is Livakovic. Ja, Livakovic, die vandaag heeft eruit gehaald. Die vind heeft eigenlijk Kroatië de match gehaald. Ja. Klopt. Eran, dat keuren we goed. Okay. Hervé? Die linksback stoort mij wat. Die is Sandro. Dus ik ga die eruit halen. Okay. Sandro speelt ook niet meer, hè? Nee. De laatste was hij ook niet meer speelt. Dus ik ga van een ploeg die er nog in zit, Portugal, Guerreiro. Oké. Okay. Onze ploeg wordt er beter op. Ja, wordt er beter op. Goed gedaan. We zijn zo terug voor het derde deel. Bye. Ik wil zo graag ook voetbaltrouwtjes verzamelen, maar ik was daar nooit in. Dus ik ben daarmee gestopt. Als je er juist een RWD is mee, ik dacht van jullie, oh ja, dat is toch graag, hè. Ik zou het toch wel eens zien proberen. Ik heb zo een van dingen, Onur Kaya gekregen toen hij nog bij Zulte was. Match worn. Had hij mij na de match gegeven, maar ja, Onur, wat is dat? Ik zei Onur, merci, maar ik ga voor mijn zoon. Zo'n crop top. Nu die aan een paar club. Jezus, gisteren. Ik heb wel een cadeautje. Ah, mooi. Het begin van uw shirtcollectie. Ja? Oh. Maar meen dit. Het is een XL. Je luisteren? Laat eens zien. Het is wel zonder naam. Bangala. Maar... Oh, het is getekend, jongen. Maar echt? Ja, ja. Dat vind ik nu zo. Je moet ergens beginnen met een collectie, hè? Zo gaat dat. Vind ik echt mooi dat je dit doet, ja? Ik raak zeker ook niet in al mijn shirts, dus dat moet niet. Dat is geen vraag. Ik word niet snel emotioneel, maar dit komt er dichtbij. En... Ja? Amai. Ja, natuurlijk. De Scala en Dries, hè. Ik ben een mega fan dat die... koos voor Galatasaray, terwijl iedereen dat een slecht idee vond. En hij doet het goed, dus merci. Ja. Ik denk ook een heel succesvol shirt in parenclubs. Beter dan die in hier, hè? Maar zeg al veel gaan kijken. Ik ben de laatste 2 jaar niet meer kunnen gaan zien, omdat ik zo druk heb. Maar ik heb nu het weekend van Galatasaray van Erbatje. Proberen we nu vrij te houden voor mij. Is dat is een, eind mei? Ja, dat is de voorlaatste wedstrijd. Dus. Daar gaat beslist worden normaal. Ja, en dan, dan hoop ik daar te zijn. Winnen of verliezen. Het is door u dan eigenlijk dat 2 magere jaren waren. Wij begrijpen elkaar. Goed. Dat morgen... is heel lief, dank je wel. Alsjeblieft. Echt waar. Marokko-Portugal morgen. Spannend ook. Verwachten we Cristiano aan de aftrap? Nee. Zou raar zijn, hè? Ja, je kan die jongen, die Ramos, er nu niet uithalen, toch? Nee. Onmogelijk. Oh, zot. Zou jij dat doen? Wow. Die gast heeft er 3 keer... Ja, 3 keer... Die heeft een hat-trick. Het gaat er wel de hele tijd over. De bondscoach heeft ook gezegd, al mijn vragen, of 90% van die vragen, gaan gewoon over Cristiano. Oh, dat moet vermoeiend zijn, hè? Maar wat kan die daar nu nog op antwoorden? Hij heeft gezegd wel dat, dat ze samen gesproken hadden. Ik ga je op de bank zetten. Ja. En dat hij niet blij was, maar logisch. Deze wedstrijd ook? Nee, vorige match.
Als hij nu nog giftig zou reageren, Ronaldo, allee, dan is hij eigenlijk gek. Want zijn vervanger heeft een waanzinnig goede wedstrijd gespeeld. Dus hij is voetbalman genoeg om te beseffen, oké, die verdient dat nu. En hij moet het dan maar vanaf de bank presteren. Maar wat ik me nu afvraag, wie heeft nu de grootste gunfactor? Marokko of Portugal? Want vanuit onze blik is dat toch Marokko? Tuurlijk, ja, Marokko. Ja. Ik kan niet anders dan Marokko zeggen. Jong, ik woon tussen allemaal Marokkaan. Als ik nu Portugal zeg, dan leef ik morgen niet meer. Maar waarom zijn toch niet tegen Portugal? Nee. Zeker als, allee, want jij bent geen fan van Cristiano natuurlijk. Als die dan niet speelt, wat heb je dan tegen Portugal? Van mij, Cristiano, ik kijk daar enorm naar op. Hè. Dat is, allee, ik vind dat een waanzinnig voetbaltalent. Maar gewoon, je voelt aan alles dat Marokko wel ons een tweede voetballand aan het worden is. Gewoon omdat er zoveel Marokkanen in België die ploeg opzwepen en daarmee maar achter ik gun het, aan alles, met alles aan Marokko. Met alles. Allee, Cristiano Ronaldo, dat is een wereldspeler. En Portugal is een wereldploeg, maar... Allee, de helft van onze vrienden. Ah, die ook al, ja. Dat is, weet je, ik zit er middenin, dus dan die gunfactor vind ik belangrijk. En ze kunnen geschiedenis schrijven, hè? Het eerste Afrikaanse land ooit dat de halve finale zou kunnen halen. En je voelt dat dat leeft, je voelt dat bij mijn wijk hier, het is 10 minuten van hier, in Schaarbeek. Je ziet dat die daarvoor leven, dat die al 2-3 dagen niet kunnen slapen. Je ziet die fonkel in hun gezicht en dan gun ik dat zo hard. En zou ik in een Portugese wijk gewoond hebben, zou ik dat waarschijnlijk over Portugal zeggen. En geen enkel Afrikaans land die tot hier komt, ik wil dat wel eens weten. Dat die eens doorstoten en dat die het kunnen waarmaken. Dat snap ik. Ik heb wel niet echt dat gunnen. Allee, ik heb zeker niks tegen Marokko, maar ik heb dat gunnen wel zo nog niet echt. Als ze het verdienen, zoals ze tot nu toe wel altijd verdiend hebben... Maar ze gaan het op hun manier doen. Hè. Dat gunnen heb je misschien ook niet omdat ze gewoon tegen België gewonnen hebben. Niet? Dus dat is nog altijd een klein beetje... Dat deed pijn. Ja, ja, dat was bijvoorbeeld ook echt verdiend. Ja. Dus... ja, het was verdiend, maar het maakt het niet minder pijnlijk. Hè? Nee, dat is waar. Ja. De andere kwartfinale morgen is Engeland-Frankrijk. Oef. En opvallend, want twee grootheden toch, nog maar 2 keer tegen elkaar gespeeld op een WK. Ah ja. Dat is weinig. Dat is heel en ik kan mij ook niet echt zo'n match herinneren van... Ah ja, die zoals je bij Argentinië en Nederland wel had, heb ik dat niet bij Engeland-Frankrijk. Nee, het is toch wel de vraag hoe dat... Maguire en Co. Mbappé gaan tegenhouden. Hè? Daar kijkt toch wel iedereen naar uit. Ik denk ook weer dat we toch weer zo'n match gaan krijgen als daarnet. Een soort spiegelopstelling, elkaar heel lang uit de wedstrijd houden en hopen op één prik. Alleen de individuele klasse die op het veld zal staan, is 10 keer groter dan die van vandaag. Dus ik denk dat we wel veel, veel meer kansen gaan krijgen. Ik hoop het. Wie gaat halen? Ik hoop Frankrijk toch. Waarom? Omdat ik Frankrijk individueel... toch iets sterker vind dan Engeland. Alleen, ja, middenveld twijfel ik toch een beetje. Ik dacht dat ook, hè. Maar ik heb nu zo'n opleisting gemaakt. Moet je misschien een snelle vragenronde lanceren? Oké. Okay. En dan moet je zien, dat valt eigenlijk mee. Loris of Pickford? Loris. Loris. Voilà. Maguire en Stones of Varane en Upamecano? Varane en Upamecano. Ja, ook Frankrijk. Oké. Okay. Valt al in duigen. Rice en Bellingham of Tchouaméni en Rabiot? Ja, Rice en Bellingham. Ja, Bellingham. Oké, en dan Kane, Foden, Saka of Mbappé, Giroud, Dembélé? Ja, Dembélé, Mbappé en Giroud. Hè. Oef, maar nee, ja. Ik neem moeilijk. Maar... Dus? Ik kan niet. Ja. Foden en Saka. Uit Mbappé, hè, maar ik zeg het emotioneel, ik gun het hun niet. Die snelheid op de flanken, dat is dodelijk. En Engeland wel. Ja, meer dan hun. Als ik moet kiezen. Ja. It's coming home. Nee, nee, niet doen. Dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Dus, het is de eerste dag dat Sam het eindelijk niet aan het zingen is. Even echt waar, waarom? Allee, gast. Sorry. Zou jij, Frankrijk wereldkampioen? Ja, ik zie Frankrijk wel. Ja? Ik ook. Ze hebben zoveel talent. Benzema die gaat morgen dus meetrainen met Real Madrid. Zou dan beter worden? Dan kun je die toch perfect Frankrijk houden. Je kunt die toch nog gebruiken in de halve finale of in de finale? Hij als je doorgaat. Hij staat nog altijd op de lijst, hè? Denk ik. Maar ik denk niet dat je nu nog terug mocht. Waarom niet? Jawel. Ja, maar hij zat erbij en dan is hij maar uitgehaald. Hoe mocht toch terug? Ja, zolang je niet geschrapt bent van de lijst, mag je terug. Ik denk dat het is toch omdat raar hij... dat je dan herneemt bij je ploeg. Ja, Sterling is ook terug, hè? Ja, Sterling is ook weggegaan. Die is ook terug bij de ploeg. Dus. Nee, dat is waar. Ja, maar hij was erbij en is dan terug. Hij heeft gespeeld en dan terug. Hè. Mm. Ik zou, als Benzema er nu bij komt, ja, hij is goed bezig. Hè. Is zou Mbappé zo goed spelen met Benzema erin? Dat is ook een... Zou dat niet raar zijn? Hij krijgt sowieso wel, als Frankrijk wereldkampioen wordt, krijgt Benzema ook een medaille. Hè? Ja, sowieso. Daarvoor doet hij het. Daarvoor doet hij het. Maar heb jij nu net Foden boven Mbappé toch gezet? Of is het de volledige drietand? De volledige drietand.
Olé, jong. Ja. Maar jawel, toch. Ik denk dat Mbappé... Ja, je spreekt over achter de comma, hè, vooral duidelijkheid. Maar ja, ik weet het niet. Mbappé is toch the next greatest thing. Maar weet je wat ik hier merk wel, Sam? In Brussel, hè, hierachter, zitten veel Franstaligen. Veel Fransen ook. Dus wij zitten constant met les petits Belges. Ah, België, ik heb pas gagné, nous of wat, weet je. Dus bij mij is dat die kijken altijd neer op ons. En jullie hebben daar misschien iets minder mee te maken. En dat doet bij mij altijd pijn. Dan denk ik van, dan gun ik het u niet. Weet ik was in mijn jeugd gewoon echt verliefd op Zidane. En dat is maar Zidane, dat is ook... Ja, voilà, dat is romantiek. Voilà. En dat is mooi. En Mbappé ook. Hè, die staat hier nu op 1. Hè. Neymar is weg. 1, hè, boven Messi. Ik moet nog één ding laten zien. Heb je nog een truitje voor? Nee. Oh, dat blinkt, jong. Wow, jong. Hoe was dat? Dat is de Mid-Mid Cup trofee. Prachtig. Zondag is de nieuwe Mid-Mid Cup in Garincha, Hoboken. En iedereen moet langskomen. Dat wordt een fantastische voetbaldag. Voilà. Heren, merci om te komen. Aan de kijkers en luisteraars, geniet van de zolder van Evert. En tot morgen. Bye. Eran, welkom op mijn zolder. Yes. Wat vind je ervan? Prachtig. Ik heb al zoveel afleveringen gekeken dat ik hier heel graag wil zitten. Ja. Ik heb iets gekozen. Oh my. Alsjeblieft. Heerlijk. Het is de WK Monopoly editie van 98. Ik ben zo'n Monopoly-speler. Ja, jij gaat direct naar de grootste briefjes. Ik ben zo'n Monopoly-speler die, voordat we beginnen met familie, er al zo 3 in mijn zak steekt. Ik dacht, eens kijken naar het bord. Brazilië en Duitsland zijn de 2 dus duurste. Dus dat waren de favorieten toen ook echt. Toch? Ja. Maar zelfs Frankrijk stond nog niet echt in de... Frankrijk staat pas hier. Pas hier, hè? Het is helemaal niet het duurste land. Schotland, Zwitserland. En Turkije was niet aanwezig? Nee. Toen heeft België Turkije eruit geschot, hè. 1-3. België staat hier, vlak naast de gevangenis. Ik weet niet of ze toen al op de hoogte waren van propere handen, maar België is echt gewoon naast de gevangenis. Hey, maar dat wil zeggen dat we van ver komen, Evert. Wie had jij verwacht dat toen camping zou worden? Brazilië, hè. Die hadden een fantastische ploeg met Ronaldo. Ja. Normaal gezien ging Romario daarbij zijn. Ah. De Nilsson, daar was ik grote fan van. Weet je nog? Die ging het worden. Ik herinner mij dat Zidane toen Brazilië wel kapot gespeeld heeft. Op zijn eentje. Maar hoe goed is dit? Dit is een mini-wereldbeker. Een hamburger. Je kan een hamburger zijn. Ik denk dat Eden Hazard zijn favoriete. Het was trouwens tegen Turkije, hè, dat hij een hamburger heeft gegeten. De stations, normaal gezien op Monopoly, zijn dus 4 stadions geworden. Parc de Prins, PSG, dan Stade de France van de finale en de Velodrome van Marseille. Dat prachtig stadion ook, Marseille. Ja. Oh, ik ga eens kijken wat er dan op die kaartjes... Is dat ook aangepast aan voetbal? Nieuw sponsorcontract, in uw voordeel. Dit is, vind ik, een zeer rare kaart. Ga terug naar Schotland. Dat is een straf. Contract met een speler, modellenbureau. Die ga ik houden in mijn zak. We gaan straks spelen voor de echte wereldbeker met Monopoly. Welk figuurtje wil jij dan zijn? Ik ga altijd voor eten en drinken. Zal ik de frisdrankbeker nemen en ik zou zeggen aan de kijkers en luisteraars. Zeker naar uit, let's go. Tot morgen. Ja.